Waarom zie je elke 70 dagen een nieuw gezicht in de spiegel? Dit is de Universiteit van Nederland. Elke 70 dagen een nieuw gezicht. Dat is me wat. Is dat werkelijk waar? Dit wordt een ode aan de cel. Deze jongen hier. Dit is een model van de cel. En ik heb grote bewondering voor die cel, want die heeft enorm veel verschillende eigenschappen en capaciteiten. Ons lichaam bestaat uit vele miljarden cellen. En dat zijn er zoveel. Die cellen zijn maar heel klein. Die zijn maar ongeveer een honderdste millimeter in doorsnede. Maar we hebben er zoveel dat als je allemaal op een rijtje legt, kun je 25 keer de wereld rond. En die cellen, die zijn allemaal, eigenlijk kunnen die onafhankelijk leven. Dat is de eenheid van leven. Dus die kunnen zich delen en ze kunnen bewegen en ze kunnen eigenlijk zelfstandig leven. Ze hebben ons lichaam niet of nauwelijks nodig. Wij hebben zoveel miljarden cellen en die werken allemaal samen om daar één werkend organisme van te maken. En dat is al een wonder op zichzelf. En hoe doen ze dat? Nou, dit is zo'n voorbeeld van een cel. Een kwart. En die heeft een aantal onderdelen. Dit is de kern, hier in het midden. Daar zit het DNA in. Dat bepaalt het wezen van deze cel en ook van ons natuurlijk. Wij worden bepaald door ons DNA. Dat zit hier in de kern opgerold en kan gebruikt worden voor allerlei processen. Daarnaast maakt de cel heel veel eiwitten. Die worden in dat groene gevalletje gemaakt. En die eiwitten die zijn belangrijk voor heel veel specifieke functies. Voor bijvoorbeeld samentrekken van een spier. Voor signaalfunctie van een zenuwcel of voor hormoonproductie door een cel uit, noem maar wat, uit de schildklier. En die cellen die communiceren dus op deze manier met elkaar, hetzij door elektrische overdracht. Dan heb je deze membraan-eiwitten die hierin zitten. Die worden ook weer gemaakt door de cel en die kunnen geladen stoffen al of niet doorlaten en zo kunnen ze elektrische stroompjes laten maken. En op die manier kunnen ze via elektriciteit met elkaar communiceren. Sommige van die eiwitten in de membraan die communiceren direct met een ander eiwit in een naburige cel. En andere die worden eigenlijk uitgescheiden, gaan door het hele lichaam en communiceren met cellen verderop. En zo kunnen al die miljarden cellen samen één werkend geheel vormen. Die cel heeft natuurlijk ook nog energie nodig. Dat maakt hij in deze rode dingen, die soort van haaienbekjes. Dat zijn de mitochondriën. Daar wordt zuurstof in opgenomen en daar wordt suiker en of vetzuren omgezet om energie voor de cel te leveren. Die cellen die kunnen zelfstandig leven. En in 1932 al heeft een meneer Carrel, Alexis Carrel, die heeft de Nobelprijs een transplantatiechirurg. Die heeft de Nobelprijs gekregen omdat hij voor het eerst een methode had ontwikkeld om bloedvaten van een orgaan naar een mens aan elkaar te hechten. Maar dat was een transplantatiechirurg en die had er natuurlijk last van, net als alle andere transplantatiechirurgen, dat donoren meestal slachtoffers zijn van ongelukken. En die ongelukken gebeuren nooit op de plaats waar de patiënt is die dat orgaan nodig heeft. En ook nooit op de tijd wanneer die patiënt dat orgaan nodig heeft. Dus bedacht, hoe kan ik dat nou verbeteren? Kan ik nou organen buiten het lichaam in leven houden? En hij was een vriend, hij was Nobelprijswinnaar, dus hij was beroemd. De andere beroemde man in die tijd was Charles Lindbergh, ook hier op de foto. En die was natuurlijk bekend als de eerste die alleen de Transatlantische Oceaan overvloog in de Spirit of St. Louis. Maar dat was daarnaast een uitvinder. En die had een schoonzus die een hartkwaal had. En daar kon in die tijd nog niet zo heel erg veel aan gedaan worden. En hij was een uitvinder, dus hij dacht, ik ga proberen om een soort van kunsthart te maken. 1932.
En dus die heeft een glazen constructie gemaakt, de T-pomp heet dat. En die, daar kon je zuurstof in inbrengen en vloeistof, voedingsmiddelen voor het orgaan. En ik stel me zo voor dat Karel en Lindberg op een receptie voor beroemdheden daar met elkaar over gesmoest hebben. En gezegd, oh, nou weet je, ik heb zo'n pompsysteem voor je om die organen in leven te houden. Dus ze hebben daar een aantal jaren aan gewerkt, daar het nodige over gepubliceerd. En konden toen de tijd al organen ongeveer 4-5 weken in leven houden. Voor die tijd al was er iemand geweest die gezegd heeft van, nou, misschien kunnen we ook nog wel cellen kweken. Hè? Dat, we wisten al sinds de microscoop dat, dat cellen eigenlijk uit zichzelf konden leven. Kunnen we ook cellen kweken? Daar heeft Karel zich ook wel een beetje mee bezig gehouden, maar pas later is die technologie verder voortgegaan. Cellen die kunnen dus zelfstandig leven, ze kunnen zich ook vermenigvuldigen. Dat is een belangrijke eigenschap van cellen. En dat is eigenlijk een soort van kloneren. Hè? Kloneren is niks anders dan non-seksuele vermenigvuldiging. En van één cel wordt er gewoon een kopie gemaakt. Wordt twee cellen worden vier cellen acht cellen. En die cellen zijn allemaal genetisch identiek. Dus dat is werkelijk kloneren. En dat doen ze uit zichzelf. En Karel dacht vanuit zijn experimenten dat ze oneindig konden delen. Dat was een beetje merkwaardig, omdat als ze oneindig kunnen vermenigvuldigen, dan waarom hebben wij dan een eindig leven? Hè? Waarom worden wij dan oud en waarom sterven we op een gegeven ogenblik? Toen in de jaren 60, toen was er een meneer Heeflik, een hele serieuze wetenschapper, die heeft daar heel systematisch naar gekeken. Die heeft heel veel verschillende celtypes onderzocht en gekeken van hoe lang blijven die cellen nou eigenlijk delen. En die is tot de conclusie gekomen na heel zorgvuldig onderzoek dat cellen ongeveer 50 keer kunnen delen. En dat is, sindsdien is dat de Heeflik-limiet genoemd. De meeste cellen kunnen ongeveer 50 keer delen. Als je daaraan rekent, kom je nog steeds op een heleboel cellen, een heleboel nakomelingen van die ene cel. Maar dat was toch al wel een belangrijke afwijking van wat Karel op dat moment dacht. Goed, dus die cellen kunnen delen, maar er zit een grens aan. Hoe weet een cel nou hoe vaak die gedeeld is? Nou, dat doet hij door de chromosomen. De chromosomen die worden bij elke vermenigvuldiging worden ze vermenigvuldigd. Hè? Dan krijgen we gewoon dezelfde hoeveelheid chromosomen terug. En bij elke vermenigvuldiging wordt er een stukje van de staart afgeknipt. Oh, dit gaat niet zo goed, maar dat gaat in de natuur gaat het veel soepeler. En er wordt elke keer een stukje afgeknipt. En op een gegeven ogenblik is dat zo kort, dit zwarte stukje heet het telomeer. En op een gegeven ogenblik is het zo kort geworden dat hij ermee ophoudt. Dan gaat de cel dood en zo verouderen we. Dus dat kun je dus 50 keer afknippen, klaar. Nu zijn er cellen in ons lichaam die veel vaker kunnen delen. Stamcellen, daar kom ik zo meteen op terug. En er zijn ook cellen die veel minder vaak kunnen delen. Die op een gegeven ogenblik gewoon ophouden met delen en zich specialiseren in een bepaalde functie. Zo hebben we spiercellen en zenuwcellen die zich heel gespecialiseerd hebben in een bepaalde functie, signaaloverdracht voor zenuwcellen, samentrekken voor spiercellen. Die cellen die zien er heel verschillend uit, zoals jullie kunnen zien. Die zenuwcel heeft hele lange tentakels om goed te communiceren met andere cellen. Die tentakels kunnen wel een meter lang worden, hè, van het ruggenmerg tot aan je teen. Dat is de langste afstand. Spiercellen aan de rechterkant zeer gespecialiseerd zijn om samen te trekken. Dat is bovendien, een spiercel is ook nog een hele bijzondere cel, omdat die is eigenlijk een samensmelting van een aantal cellen. Vandaar dat je ook in die spiercel verschillende kernen ziet zitten. Goed, dus als zo'n cel zich heel erg specialiseert, verliest die meestal het vermogen om te delen. Spiercel, zenuwcellen kunnen eigenlijk niet meer delen.
Vandaar dat je beter niet kunt boksen of al te veel alcohol drinken, want dan verlies je hersencellen en die komen gewoon niet meer terug. Dus dat is een beetje lastig. Zijn er ook nog gespecialiseerde cellen in ons lichaam die alsmaar kunnen blijven delen. Dat noemen we de stamcellen. Allemaal wel eens van gehoord. Stamcellen komen in verschillende smaken. De ultieme stamcel is de bevruchte eicel. Daar zijn we allemaal uit voortgekomen. Daarnaast hebben we nog andere stamcellen die wat minder, zeg maar, capabel zijn dan de bevruchte eicel. We hebben de embryonale stamcel. Daar zijn allerlei ethische problemen mee. Dat komt uit een heel vroeg embryo, op het moment dat het nog een blaasje is. Daar kun je cellen uithalen en daar kun je in wezen weer een heel mens uit laten groeien. Die kunnen zich vrijwel oneindig delen en kunnen eigenlijk alle weefsels maken die wij in ons lichaam hebben. Daarnaast hebben we de volwassen stamcel. Dat is de stamcel die in onze weefsels zit, in heel veel van onze weefsels. Die zit in lever, die zit in spier, die zit in bot, die zit natuurlijk in het beenmerg. Bijna elk orgaan heeft zijn eigen stamcellen. En die hebben een functie, want die herstellen het weefsel op het moment dat het beschadigd is. Bijvoorbeeld de spierstamcel. Elk van die cellen, van die spiercellen, die bestaat uit een samensmelting van een heleboel cellen. Dus je ziet hier een behoorlijk aantal kernen. Je ziet ook twee witte kernen. En dat zijn die stamcellen. Dus elke spiervezel heeft een paar van die stamcellen. En die zitten daar gewoon te wachten totdat die spier beschadigd wordt. Dan groeien ze eruit, gaan zich vermenigvuldigen en gaan een spier zitten maken. Vandaar dat Robin nu zo goed kan spelen. Ofschoon die 6 jaar geleden flinke spierscheuren heeft gehad. Dat is gewoon allemaal vervangen door spierweefsel en niet door littekenweefsel. Dan hebben we nog sinds een aantal jaren de zogenaamde stamcel die uit eigenlijk al onze lichaamcellen kan ontstaan door genetische manipulatie. Dat is een Japanner, meneer Yamanaka. Die heeft gewoon willekeurige cellen uit ons lichaam genomen. Daar 4 genen in aangebracht. En dan wordt zo'n cel wordt weer een stamcel. En kan weer alle weefsels vormen. Dat biedt enorm veel mogelijkheden. Er zitten ook wat risico's aan vast. Maar dat biedt enorm veel mogelijkheden natuurlijk voor geneeskundige toepassing. Dat heet de zogenaamde geïnduceerde stamcel. En recent is zelfs ontdekt dat ze met eiwitbehandeling van cellen je iets soortgelijks kan bereiken. Dus dat betekent dat we elke willekeurige cel uit ons lichaam kunnen nemen, daar weer een stamcel van maken en daar vervolgens weer een volledig weefsel of orgaan of misschien zelfs wel organisme uit kunnen laten groeien. De andere, dus die Karel en die Lindberg, dat waren goede maatjes voor elkaar. De andere die bevriend was met dit stel was Churchill. En in 1932 was dat nog niet de staatsman die later geworden is, was hij voornamelijk schrijver. Maar hij was al wel redelijk bekend. Dus die hebben gefilosofeerd en hun verbeelding laten werken in wat je met deze cellen zou kunnen doen. Wat je met deze weefsels, deze organen die je in leven kunt houden, zou kunnen doen. En ze hebben aan medische toepassingen gedacht, maar Churchill heeft eigenlijk ook al meteen in zijn boek in 1932 Thoughts and Adventures aan andere toepassingen gedacht, zoals het maken van voedsel. Op dat moment konden ze dat natuurlijk gewoon nog niet, maar er was al wel het idee dat dat uiteindelijk mogelijk zou zijn. Churchill dacht dat dat in 1980 het geval zou zijn. Wij zijn dus wat aan de late kant, of hij was wat erg optimistisch. Dus, we bestaan allemaal uit deze cellen. Cellen kunnen een zelfstandig leven leiden. Je kunt ze uit het lichaam halen. Je kunt ze laten vermenigvuldigen. Je kunt ze een weefsel laten vormen. Je kunt er zelfs weer met een paar trucjes een stamcel van maken, zodat alle weefsels ervan gemaakt kunnen worden. En dat biedt enorme mogelijkheden, zowel voor de geneeskunde als voor andere toepassingen. En over die toepassingen ga ik het in het volgende college houden.